ANVASport, of anders validensport, is een vereniging die zich inzet voor mensen met een motorische beperking. Om ze uit hun isolement te halen, proberen ze deze mensen in familieverband deel te laten nemen aan verschillende sportactiviteiten. Dat is voor ons ook goed. Gaat het? Mede dankzij sponsoring beschikken ze ook over aangepast materiaal, dat ze trouwens ter beschikking stellen van andere verenigingen, zoals CM Ziekenzorg, Sporta, Recreas en Intersoc. ANVASport biedt de mensen de mogelijkheid om sport te beoefenen in een beschermd milieu, in functie van integratie en met het oog op instandhouding en verbetering van hun algemene conditie. Ze organiseren verschillende initiaties in sporten zoals skiën, zwemmen, zeilen, waterski, fietsen en ook dit Survival Weekend hier in Durbuy. ANVASporters beschikken over doorzettingsvermogen, zin voor sociaal contact, hebben trek in een uitdaging en bezitten een flinke dosis humor. Je profiteert als het ware van de kennis en de know-how van diegenen die al verder staan en van de talrijke ervaringsdeskundigen. ANVASport is in 1987 opgericht vanuit de loopschool van het Centrum Technische Orthopedie, tegenwoordig VIGO genaamd. De sporters worden sterk ondersteund vanuit medische en orthopedisch-technische hoek. De nadruk ligt niet op competitie, maar wel op het beleven en het genieten, zowel van de activiteit als van de après-activiteit. ANVASport is een zelfbedruipende organisatie dankzij een 50-tal vrijwilligers en 620 leden. Het besef en de ervaring om op een positieve manier aan sport te doen geven de deelnemers een hogere eigenwaarde en bepaalde fierheid. Dit draagt aanzienlijk bij tot het aanvaarden van de beperking of de aandoening.